Ik vind Scheveningen heel leuk en ik ben vanaf Veendam gekomen om het vuurwerkfestival in Scheveningen te bezoeken vanavond. Maar omdat het nog gewoon overdag is, dacht ik, we pikken hier nog een stukje Den Haag mee. Hoe heeft iedere streek interessante geschiedenissen? Ja toch? Als je nou in Groningen komt, wat daar nou heel erg speelt, is die aardbevingsproblematiek. Zakt de hele boot in onder Groningen weg en Den Haag maakt eigenlijk zich daar niemand druk over. En zeker de NAM maakt zich daar niet druk over, maar wij als Groningers hebben natuurlijk wel het risico van scheuren en bodemverzakkingen enzovoort enzovoort. Koningin Sophie, getrouwd met Willem III. Emma was mijn opvolgster. Ja, was het leuk met Willem III? Nee, dat was een hele uitdaging met Willem III. Er was helemaal niks aan. Een stukje historisch zouden ze hier laten herleven, op het Binnenhof en op het Buitenhof. En dan blijkt dat die Landse Hofwijver ook. Een heel compliment hebben ze neergezet, ook met ridders en edelen, boeren. Die een probleem hadden met Floris de Vijfde, omdat hij van adel was waarschijnlijk. En tegen bestuursleden, dat zeggen, nou, die doen het niet goed. En ik vind zelf dat Floris de Vijfde het wel goed gedaan heeft. Want vroeger moesten de boeren en pacht betalen voor de stukjes grond die ze van de edelen waren. En de vissers van Scheveningen, die behoorden weer wat vis te betalen. Aan het hof. En dat was zogenaamde hofvis. Die gingen naar het hof, naar het hof van Floris de Vijfde. Die komen van bij, of wie er ook zat. En dat is even lang, ging het zo door. Ja, en daar kregen ze natuurlijk wel weer wat bescherming van. Wat doet u hier in de tent? Deels bewaking. Dit is de commandantentent. Die kunnen we ook zien aan het formaat van de tent. Het is een wat grotere tent. Luxe ingericht met mooie vloerbedekking, met luxe bed. En ik ben in samenwerking met de commandant, ben ik de heroot. Dus ik kondig alles aan. Uit welke tijd bent u? Wij staan uit de 15e eeuw. Dat is een periode 1450-1485. We zijn 15e eeuw, de tijd van Brederode. Wielbreien. Wat is dat? Dat zijn koordjes maken voor de jurken. Ik ben een heer van Brederode. Dus wij zorgen ervoor dat mijn soldaten straks zich weer goed voor de dag komen. En als ze het goed gedaan hebben, krijgen ze wat eten. En daar ben ik voor? Ja, je mag zijn goed verzorgen. Ik ben, daar koken wij. En zo heten wij in het geheel de compagnie van Brederode. En ons clubhuis is de ruïne van Brederode. Want wat is Brederode? Het is een adellijke familie. We starten het 1100 tot 1500. Ja. En dat is een van de belangrijkste adellijke families in Nederland geweest. Dus heel bevriend geweest met Willem van Oranje. Ja. En die heeft ons toen een beetje aan de kant gezet, geld ingepikt. Zo jammer. En ze hebben een ruïne in Zandvoort en in Vianen staat er een kasteel. En nog ergens. In Limburg, in Luxemburg of in Valkenburg. Oh, Valkenburg. En ja. In Gent. Ik ben graag Floris de Vijfde. Mevrouw Beatrijs. En mijn zoon Jan. De bekende Jan uit het Rijmpje in Den Haag, daar woont de graaf. En zijn zoon heet Jan. Dat is deze Jan. Wees niet zo rechtvaardig, wees niet krenterig en klein.
Is mij duidelijk. Hè? Niet voor niets ben ik, Cort van der Linde, uw minister-president. Top. En u weet dat ik wil regeren naar de wil van het volk. Trolstra, onze beste revolutionair. U, de sociale en de liberale, willen kiesrecht. Wij willen kiesrecht. Ik zie het algemeen kiesrecht is onvermijdelijk. Ja, straks komen ze naar buiten, staan even aan de kant, maar nu kan nog heel even doen. Maar er komt zo weer een paard uit. Gemaakt. En dat doen we expres omdat we anders. We willen geen mensen doodschieten. En dat kan wel. Mijn naam is Gijsbrecht van Amstel en ik ben een van de heren van Holland. Ik ben Jan van Kuik. Ik ben degene die, moet ik goed zeggen, Floris naar koning Eduard heeft gestuurd in Engeland. Ik ben vervolgens nu weer uit Engeland hier naartoe om Floris te wijzen op het feit dat het niet zo gewaardeerd wordt dat hij overgelopen is door de Fransen.